we in 2021 starten met het Virtueel Zorgcentrum, wilden we daarmee een centrale plek in de organisatie creëren, van waaruit wij patiënten monitoren thuis en kunnen begeleiden. Deze transformatie van zorg is nodig om de kwaliteit in de toekomst hoog te houden, om toegankelijk te houden en om het betaalbaar te houden. Met het Virtueel Zorgcentrum leveren wij zorg thuis waar het kan en in het ziekenhuis waar nodig. Het doel van thuismonitoring is dat patiënten eerder naar huis kunnen en minder vaak naar het ziekenhuis terug hoeven komen, bijvoorbeeld op de polykliniek. Patiënten ervaren de thuismonitoring als erg prettig. Vervroegd met ontslag kunnen en herstellen in de eigen thuisomgeving, bij hun dierbaren. Want dat is de plek waar je het best geneest. En dat maakt mijn werk zo waardevol. Op dit moment begeleiden en monitoren wij patiënten voor verschillende zorgpaden. Bijvoorbeeld voor COPD, hypertensie of zwangerschapsdiabetes. In het ziekenhuis bereid ik de patiënten voor die met vroeg ontslag mogen. Voor de polykliniek doet de verpleegkundige dat van de polykliniek. Wanneer een patiënt naar huis mag of klaar is op de polykliniek, start onze thuismonitoring. Welke waarden er binnenkomen en hoe wij deze monitoren verschilt per zorgpad. Het kunnen vragenlijsten zijn, maar dit kunnen ook de vitale waarden zoals de bloeddruk, de pols en de temperatuur zijn, of een combinatie daarvan. Naar aanleiding van de waarden die wij binnenkrijgen, overleggen wij met de patiënt of met de specialist. Met Linda Monen-Longarts. Hoi Linda, met Katinka, Virtueel Zorgcentrum. Hoi. Ja, ik bel even over de waarden die wij zojuist hebben binnengekregen. De patiënt met 2 liter zuurstof, maar die satureert maar 90%. Nou, ik zou dat zo accepteren, dat is helemaal goed, Katinka. Oké, dag. Tegenwoordig kunnen vanuit het Virtueel Zorgcentrum mensen thuis monitoren, waardoor ze eerder dan voorheen gebruikelijk was met ontslag kunnen uit het ziekenhuis. Dat is prettiger voor de patiënt, want die kan daardoor thuis herstellen. En wij kunnen hier alles thuis goed in de gaten houden door middel van die monitoring. Om dit mogelijk te maken hebben wij een unieke samenwerking met het Virtueel Zorgcentrum. We hebben samen protocollen en zorgpaden ontwikkeld en maken gebruik van slimme technologie. We hebben vaak contact met elkaar, sowieso als het gaat om patiëntenzorg in de thuissituatie. Maar ook als het nodig is om bepaalde zorgpaden die we hebben ontwikkeld bij te sturen. Door die unieke samenwerking gaat dat allemaal heel erg snel. Op deze manier kunnen we vooruitstrevende en veilige zorg bieden in de thuissituatie.